een mooi knus dorpje waar de mensen veel voor elkaar over hebben. En het is rust, ruimte, natuur en nabeschap. Ik ben Brabander en ik ben hier blijven hangen. En de natuur heeft mij ook de streep getrokken. Dat zijn mazzelkransen dat ze hier wonen, denk ik. We zijn in Rekken. Ja, Rekken. Wat weet je over Rekken? Nou, niet zo heel veel. Wel dat ze een openluchtzwembad hebben. Dat vind ik wel tof. Rekken, daar wonen de gekken. Dat zeiden ze vroeger. Omdat er een TBS-instelling was. En er wonen hier moeilijk opvoedbare jongeren. Maar dat noemen ze niet meer zo. Is nu niet meer? Nou ja, ik geloof deels nog wel. Maar dat ga ik onderzoeken. Maar gekken, dat kan niet meer. Hè? Nee. Zo noemen we dat niet. Nee. Nou, ik ben benieuwd, want het is wel een heel mooi dorpje volgens mij. Ja, tof. Heel groen. Jullie staan hier in het oude gedeelte van Rekken, bij de protestantse Antoniuskerk. Het oudste gedeelte van deze kerk stamt al uit midden 17e eeuw. Mooi is die, hè? Maar ja, zoals bij veel kerken komen er ook hier niet zoveel mensen meer. En dus, raden jullie het al, deze prachtige oude kerk verliest zijn functie en moet een nieuwe bestemming krijgen. Eén ding is zeker, het gebouw blijft gelukkig. Dit is het nieuwe deel van Rekken, met de katholieke kerk, de piepermolen en café Kerkemeijer. En ik wil niet vervelend doen, maar ook deze kerk gaat dicht. En wat er met het café gaat gebeuren is ook nog onzeker. Dat is toch een beetje het trieste lot van veel kleine dorpen. Maar Rekken is op alle fronten hard bezig om de leefbaarheid hier in stand te houden. We zijn er. Nou, welkom in de mooiste plaats van Gelderland. Welkom in Rekken! Wat ga je doen in Rekken? We hebben net een keer een mooie dahliatuin gezien. Ja. Daar ga ik naartoe en natuurlijk naar de Rekkense inrichting. Oh ja. En daar ben ik wel heel benieuwd naar, dat terrein. En ik ga met iemand die daar heel lang heeft gewerkt, het terrein over. Dus dat vind ik wel gaaf. Interessant. Ja. Een stukje historie. Yes. En joe. Ik ga natuurlijk weer iemand in het zonnetje zetten. Lotte, 32 jaar, jong ding. En die is super actief hier, doet van alles. Jong ding. Jong ding. Ja, ik heb best wel vaak oude mannetjes. Maar ik zeker een oud ding. Ja, ja. Die heeft de oude meuk weer. Dus heb ik zin in. Ja, leuk. Ja. Veel plezier. Dankjewel. In Rekken, met ook. Het mooie weer. Maak er wat moois van. Ja, dat ga ik doen. Een favoriet plekje. Ja, het klinkt misschien gek, maar ik woon in de voormalige kerk van de Rekkense inrichtingen. En dat is een paradijselijk plekje om meerdere vormen. En ik vind dat een van de mooiste plekjes. Met zijn natuur, zijn omgeving, zijn vrijheid. En het is daar waar ik woon. Mijn woonhuis. Ik woon hier vanaf 66. Vanaf trouwen. Kreeg ik een woning op de inrichting en ben nooit weer weggegaan.
En ik heb er 40 jaar gewerkt. Op den Berg? Ja, dit is het gebouw waar ik met heel veel plezier gewerkt heb. En waar ik heel veel jongelui heb leren kennen. En waar ik nog met heel veel jongelui ook nog contact heb. Want jij was hier, jij runde deze, zeg maar. Ja, ik was hier de teamleider, paviljoenshoofd, ja. Hoe je dat tegenwoordig ook wil noemen. En hoeveel jongeren wonen hier dan? In de tijd dat ik hier begon, 16. Zo. En later is dat de groepsgrootte is kleiner geworden en toen kwamen we tot 10 uit. Wanneer kwam je hier dan terecht? Wanneer werd je naar Rekken gestuurd? Je werd naar Rekken gestuurd omdat je eigenlijk in een ander instituut niet slaagde. En Rekken eigenlijk een landelijke functie. Waarvan je kunt zeggen, nou, daar hebben we heel goed aan gedaan. Dus een ZMOK in richting zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ja, ja. En deze mensen die hier nu wonen, dat zijn de eerste mensen die hebben gezorgd dat de kolonie, de inrichting, ten einde ging. En dat er een ander tijdperk is begonnen. Hier wonen nu gewone mensen. En je zegt de kolonie, zo heet het? Ja. De Rekkersinrichting? Rekkersinrichting. De kolonie. De bijnaam kolonie in dorp, ja. heet zo. En Rekken, daar wonen de gekken? Ja, dat leerde ik in Nederland, leerde ik er al van in Rekken. Daar zitten de gekken. Ja. Touwtjes om de nekken en maar trekken. Ja, dat was niet anders. Als kind zei je dat. Dus, nou, ga maar mee. Maar naar dit is de bank. Waar heel veel gebeurd is altijd. Waar veel liefdes zijn begonnen. Nou, kijk aan. Zo, die is oud. Kijk, die wil ik je laten zien. Wauw. Nou, hij ziet er een beetje vervallen en oud uit. Sinds wanneer staat hij hier? En... Nou, het vermoeden is volgens de foto's dat deze bank in 1925, 1930 hier is neergezet. Ja. Ter ere van alle mensen die hier de inrichting gesticht hebben. En er stond een heel groot bord bovenop. Noeste arbeid verricht met vertrouwen van God. En we willen mensen helpen dat het hier voor hun een paradijs wordt. Oh, God lief. Ja. Een bijzondere bank op een bijzonder plekje. Een bijzondere bank op een bijzondere plek. Als deze bank toch eens verhalen kon vertellen, hè? Ja. Wat is hier allemaal gebeurd? Jongelui hier uit de paviljoens, die hier zaten, die hieronder hun cheque verstopten, want het lag dan droog. Dan mochten ze niet meenemen naar binnen, want ze mochten stiekem niet roken. Nee, ze mochten helemaal niet roken in die tijd. Nee. Waar gaan we naartoe, Henny? We gaan nu naar de kerk. Ja. De kerk is tot 1980 heel actief geweest. Het was een verplichte kerkgang. Voor alle mensen die hier woonden? Alle mensen die hier werkten. Die gingen ook mee, maar alle patiënten, alle kinderen, alle jongens, alle meiden, alle tbs'ers, wie dat mochten, die gingen naar de kerk. En dan had je om 9:38 kwam die groep hier langs, 9:40 kwam die groep hier langs. Want je mocht elkaar niet ontmoeten. Meisjesgroepen kwamen van die kant. De TBS-groepen kwamen van die kant. Maar gingen ze dan wel graag, Henny, naar de kerk? Nou, ze gingen heel graag naar de kerk. Maar alleen niet vanwege de preek of vanwege het zingen. Maar als je goede ogen had, dan kon je of mooie mannen zien of je kon mooie meiden zien. Ja, er gebeurde tenminste nog wat. Ja, er gebeurde er nog wat. Is dit de kerk? Dit is de kerk, hè? Ja. De Rekkersinrichting is gesticht door dominee Slot. Was de dominee hier uit het dorp. Die had zich het lot aangetrokken van zwakzinnige medemensen in de maatschappij. En die zegt van nou, ik wil hun weer een doel geven in het leven. Ja. Ik maak een aantal paviljoens, ik sticht een boerderij en ik zorg weer dat ze weer plezier hebben. Wat mooi. Na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, zijn die pas jeugdiger gekomen. Dus moeilijk opvoedbare kinderen uit het hele land. Maar nou ken ik Rekken vooral van de TBS. Was dat een reden niet om weg te gaan? Nee. Nee, nee. Nee, want we hadden de ervaring als onze dochter hier over de trein fietste. En de jongelui wilde wel eens aan het bagagedragen trekken. En dat de andere kinderen zeiden, dat moet je niet doen. Dat is een dochter van Greta en Henny. Dus dat soort krediet krijg je dan, heb je dan. Ja. Ja, want wie goed doet, goed ontmoet. Ja. Ja, zo gaat dat. Toen jij hier kwam werken, snapte je die kinderen? Kids die moeilijk opvoedbaar waren of TBS'ers die achtergrond? Ja, echt. Daar moet ik eigenlijk wel een beetje om lachen. Want ik had ongeveer dezelfde ervaring.
Zelf? Ik had dezelfde ervaring. Ik heb van 47 tot 57 in Amsterdam gewoond. Ja. En ik was ook zo'n straatjochie. Van mijn vierde tot mijn dertiende. En ik heb veel scholen aan de binnenkant gezien, maar ik was er niet altijd. Dus ik heb leren overleven. Ja. En die kinderen voelen dat. Ja. Dus als je daar langs loopt, en dan zeggen ze wel eens, je bent van de ratten besnuffeld. Maar je hebt hetzelfde aura, je hebt hetzelfde geurtje. Dus je weet wat er aan de hand is. Vandaar dat ik nog heel veel contact heb met jonge lui, die ik in de 60e jaren in de groep had. Ja. En ik had een jongen in de groep in de 70e jaren. Die had in 95 is hij overleden door een brand omgekomen. En die had in zijn testamentje staan, als ik overlijd wil mijn as uitgestrooid worden bij Henny van Doren, mijn tweede vader, in Rekken in het Kerkenbos. En dat hebben we gedaan. Oh man. En 10 jaar later is zijn broer overleden, is ook uitgestrooid. Afgelopen weekend is zijn vader overleden. Toen kwam zijn zus met de as, toen hebben zijn vader uitgestrooid. Over betrokken, kijk, ik heb veel van. Ja, ja, dat is toch... Maar dat is heftig, maar ook heel mooi. Ja. Ja. Wat zou je hier nog willen? Nou, wat we hier zouden willen, en daar ben ik een groot voorstander van, ja, is een stichting oprichten voor het behoud van het erfgoed, de kolonie. Het is gewoon het geheel. Het geheel. Ja. Zo'n heel ensemble van gebouwen die met elkaar toch een heel veel verhalen hebben. Ja. We hebben 64 adressen, ja, alle mensen gevraagd wat ze, of ze daar mee willen werken. Ja. En dan een paaltje neerzetten met een foto, met een verhaaltje erbij. En dan krijg je een rondleiding eventueel, een schuilhut die neerzetten. De gemeente is bereid om daar ook iets mee te doen. En dan iets van een klompenpad dus. Wat en een klompenpad komt er dan ook langs. Nou, mooi. Ja, ja. Dus dat, ja, dat is onze laatste wens op dit moment. Ja. Dit is echt de instellingsbegraafplaats. Ja, ja. Kijk nou. Oh my. Dit zijn de... En dat is een kindje van een broeder die hier werkte. Broeder Trachter. En hier om de hoek, daar ligt jongetje Norman. Nou, dit is de plek waar ik om de 6 weken helemaal tot rust kom. En ja, dat gaat, mijn inrichtingsleven gaat aan mij voorbij. Dan sta ik hier te schoffelen, dan sta ik hier te harken. En dan alle emoties die ik beleefd heb, ja, die komen hier weer terug. Al je herinneringen komen voorbij. Ja, ja, ja. En dat is prettig. Ja. Waarom? Ja, zingeving voor jezelf. Nadenken voor jezelf. Wat voel je erbij, wat je nou allemaal gedaan hebt? Ja. Heb ik dingen vergeten in mijn leven? Had ik andere baan moeten kiezen? Waar ben ik hier gebleven? En? Nou, dat zijn elke keer dezelfde vragen. En wat komt er dan bij je op? Had je een andere baan moeten kiezen? Nee. Ja. Wat raakt jou als je dat dan vertelt? Waarom? Wat? Ja, dan komt alles terug. Dat is mijn emotie. Maar je hebt het volgens mij, als ik jou in de korte tijd die ik je nu ontmoet, ja, denk ik dat je het zo waanzinnig hebt gedaan voor die kids ook. Ze zoeken je nog steeds op. Ze houden, ja, contact. Ze willen hier uitgestrooid worden. Ja. 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 Welk kind zoekt nog contact met een hulpverlener uit zijn jeugd? Ik bedoel, daar wil je wegblijven. Daar wil je niet naar terug. Ja, en bij jou niet willen ze terug. Ja. Ja. Dat is een goed teken, Henny. Ja, daar ben ik blij van. Ja. Daar ben ik blij van. Ja. Ik vind eigenlijk dat Lotte Roos wel in het zonnetje mag worden gezet. Ik vind Lotte Roos vind ik een aansprekende figuur. Een mooi boegbeeld van de werkgroep Aantrekkelijk Rekken. Die trekt de kar om de gemeenschapszin te bevorderen. En met name de dorpscoöperatie mee van de grond te tillen. Er zijn heel veel mensen die vrijwilligerswerk doen. Daar denk ik dan aan. Hè? Die ook het dorp leefbaar houden. Dus daar is denk ik wel een pluim op de hoed goed voor. Lotte is namelijk een van de kartrekkers van het project Aantrekkelijk Rekken. En nou, die heeft al ontzettend veel werk verzet. En ze houdt met iedereen altijd de verbinding, wat gewoon heel knap is. En ja,
dan vind ik eigenlijk dat Lotte Roos wel in het zonnetje mag worden gezet. Ik ben bij Techtree in Rekken en ik ga iets doen waar ik enorm goed in ben, namelijk klussen. Kijk, ik heb al juist een t-shirtje aan. Ik ga met hout wat moois maken voor Lotte. Sjoerd, moet ik hem afkorten op 35? Zo, even aftekenen. 35. Hoppakee. Je wordt de handen in, joh. Zo. Oké. Okay. Ja. Hey, Henk, ik doe dit natuurlijk heel leuk, maar ik kan dit niet. Dit is jullie ding. Jullie kunnen dit. Nou, nee. Vinden jullie er vrij handig in? Ja. Het ziet er heel leuk uit. Maar wat super tof dat jullie dit voor Lotte doen. Ja. Heel tof. Nou ja, dus, een jeugdige rekkenaar die heel veel goed doet. Ja. Dus dan moeten we, de jeugd heeft de toekomst. Stimuleren, hè? Vooral erg bezig met de woningbouw in Rekken. Natuurlijk om vergrijzing tegen te gaan. Dus dat doet ze heel goed. Ja. Dus graag gedaan. Speciaal voor Lotte. Nou, ja. Laten we hem verder in elkaar zetten en dan gaan we hem op de plek zetten. Gaan we doen. Oké, poot 1. Top hoor. Zo. Dat is goed. Atza. Nou. Bankje klaar. Helemaal fantastisch. Hey, maar dit doen jullie wel vaker hier, hè? Ja, alleen maar in opdracht. Kun je vertellen wat Techtree is? Waar ik nu ben? Techtree, dat zijn in het algemeen zijn er de werkprojecten van Tactus. Ja. Tactus is een verslavingszorg. Ja. En we zitten hier op een kliniek in Rekken. En de bedoeling is dat ze na de blokken, de intensieve blokken, binnen ook een stukje dagbesteding krijgen qua ontspanning. En wij doen dan als werkbegeleider, maken we samen met de cliënten, maken wij dit soort producten. Nou, ik vind dat we iets tofs hebben gemaakt. We hebben echt iets moois gemaakt vandaag, hè? We hebben fantastisch werk geleverd. Ja, toch? Ja. Het was even een klusje, maar hij staat. Wat zouden we hier echt niet mogen missen? Het bloemencorso natuurlijk. Dat is dit jaar helaas niet. Maar dat is natuurlijk fantastisch. Natuurlijk de dahliatuin niet. Dat is natuurlijk een van de belangrijke dingen. Die is zeer de moeite waard is om het te bezoeken. Ja, dit jaar is het helaas niet aan de orde. Maar de bloemencorso is ook altijd een echte trekker, zeg maar, voor mensen van buitenaf ook. Het is echt een prestatie van een klein groepje mensen. Wat toch iets groots neer kan zetten. Maar het bloemencorso is een rode draad door het hele leven van alle rekkenaren. Rekken staat ook bekend onder bloemencorso's. En wat heb je dan nodig? Dahlia's. En hier is een prachtige dahliatuin met maar liefst 220 soorten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo. Hallo. Hi. Staan er hier echt 220 soorten? Hier zijn 220 soorten dahlia's. Verschillende soorten, verschillende kleuren, verschillende vormen. En de locatie ook. Zie die molen dan? Ja, dat is een super locatie. Ja. Beter kun je niet krijgen. En jullie onderhouden dit met vrijwilligers? Met 11, 12 vrijwilligers doen we dat. Ja. En hoe vaak ben je hier dan? Normaal gesproken zijn we hier twee keer in de week. Dat is meestal de maandagmiddag en de vrijdagmorgen.
En dan kun je dit allemaal bijhouden? Dan houden we dit bij, want we moeten natuurlijk de oude bloemetjes eruit halen en de slechte bloemetjes. Maar dat komt natuurlijk hier publiek. En als er dan een tuin is met allemaal slechte bloemetjes, ja, dat is natuurlijk niet dan mogelijk. Dan komen ze niet. Nee. Maar jullie zijn eigenlijk een soort keuken, mini-keukenhof. Ja, zo kun je het noemen, ja. Ja. Wat is jouw favoriet? Ja, er zijn eigenlijk bijna zijn allemaal favorieten. Kijk, je hebt hele mooie, dit zijn natuurlijk hele mooie sprieten voor de vaas. Ja. Maar voor een korzelwagen, waar dus hier rekken voor bekend staat, ja, ja. Daar zijn ze niet geschikt voor. Waarom niet? Die zijn te los. Die zijn te los. En die, als die een dag geen water hebben, als je dus afplukt. Oh! Nou, dat mag hoor. Maar met een dag wordt die heel klein. Oh, oké, dat moet je niet hebben. Dat moet je niet hebben. En degene die geschikt is voor een korzelwagen, dat zijn deze. Ja, oké. Okay. Dat zijn die pompoendadia's. Kijk, die kun je mooi, die blijven mooi zo. Die kunnen wel een kleine week blijven die zo. Die hoef je dan geen water meer te geven? Die hoeft er geen water te geven. En als je dan plakt op een wagen en dan druk je ze iets hoor in elkaar en dan krijg je een heleboel. Dan blijft het mooi dicht. En dan blijft het mooi dicht. Deze doet, dat schiet niet op. Nee, dat schiet niet op. Nee. Zouden ze het niet voelen? Nee. Zouden ze het fijn vinden om op een korzelwagen te rijden? Ja, op een korzelwagen, maar dan kun je ze het publiek laten zien. Hè? Ja, daar worden ze ook heel blij van. Dan krijgen ze applaus. Ja, en waardering. Hè? En wat dan dit jaar ook nog leuk is, dat we dus... We hebben meestal een thema in de tuin om een klein beetje op te smukken. Ja. We hebben dit jaar plaatselijke kunst met een klein of een grote kaar. En hebben de wagen genoemd en hebben een kunstwerk gemaakt. Dat staat er hier net achter ons. En daar in de hoek staat er nog één. En we hebben hier 7, 8 kunstwerken staan. Nou, dat fleurt de tuin gewoon op. Twee molens? Ja, we hebben een echte molen, de piepermolen, en we hebben een kunstwerk van de groep Kappenweven. Waarom een molen en waar wilde je dit voor gebruiken? Ah, de piepermolen is eigenlijk het aanblikpunt van rekken. Ja. En de dahlia's betekent ook voor ons bloemencorso, dus we hadden ook zoiets van rekken en het bloemencorso, gewoon alles in één. Mooi. Om dat zo te verbeelden op deze manier. Dus, maar dit is eigenlijk een kunstwerk nu voor in de dahliatuin of was dit bedoeld voor de corsowagen? Nee, dit is gewoon puur voor de dahliatuin. Voor de corsowagens maken we hem groter. Jij zit dus bij zo'n corso-groep. Met hoeveel maak je dan een wagen? Met hoeveel zijn jullie? De harde kern is een man of 15 waar we zeg maar mee bouwen. En de laatste avonden en de verzorging van de bloemen en zo, dat 70, 80 man. 70, 80? Ja. En nou gaat het dit jaar niet door. Ja. Hoe erg is dat? Dat is heel vervelend. Kijk, mensen hebben vorig jaar allemaal al de vakantie vastgezet om met de kermis vrij te zijn. Om die wagen te kunnen plakken en als gezamenlijk lekker kermis te kunnen gaan vieren. Ja. En dat valt voor dit jaar voor iedereen in het water. En ja. Ja. Verder in het dorp gebeurt hier heel weinig. Ja. Kijk, en dat grote feest wat er dan één keer in het jaar is, dat gaat er dit jaar vandoor. En wat vind jij zelf dan van de dahlia, even los van de wagensbouw? Wat vind je van die plant, van die bloem? Ja, ik ben van oorsprong tuinman en ik vind het gewoon nog echt een oude boerenplant. Dat gewoon nog, wat eigenlijk weer, de laatste jaren weer een beetje begint op te komen. Wat gewoon heel erg in de vervallenheid is geraakt. Ja. Hier, ja. Henk, weet jij ook waarom voor dit plekje is gekozen? Nou, dit is het marktpleintje in Rekken. Elke donderdagochtend is hier een warenmarkt. En dan staat hier ongeveer de visboer. En dan is het wel leuk voor de mensen om hier even een visje te eten. Ja, dat doen ze normaal natuurlijk in dat bushokje. Dat is de hangjeugd. Oh, dat is de hangouderen. Hoe ver? Zo, heel mooi bankje, maar het is nog niet echt Lottes bankje. En daarvoor heb ik hier Peter naast me zitten. Hi Peter. Hi. Lotte, wat doet zij voor rekken?
Rekken is een verbindende figuur. En dat zijn mensen die we op dit moment erg kunnen nodig hebben. Ja. We hebben twee geloofsgemeenschappen. Daar zit het katholieke deel, de katholieke kerk. Daar zitten protestanten. Ja. Dus een verbindende figuur die het dorp bij elkaar brengt, ja, zijn meer dan nodig. En daarom hebben we eigenlijk ook zo'n bankje. Hè? Want dat is een beetje ook waar jullie op uitkwamen. Zo'n bankje verbindt ook, toch? Dat is helemaal waar. Ja. 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 Hey, we gaan van dit nu al prachtige bankje en we een Lottes bankje maken. Dat is het land, de zomerse kant. Ja. Hier we go. Tadaa! Heel mooi. Mooi, hè? Klasse. Op deze boerderij woont Lotte Roos. En daar is de verrassing voor. En ze weet natuurlijk helemaal niks. Dus ik ga ze even gezellig met de klets. Lotte. Hi, goedemiddag. Hi, hallo. Welkom. Wat een goede plek. Ja, lekker, hè? Een buitengebied van Rekken. Ja, zeker. Ben je boerin? Ik ben semi-boerin. Wat betekent dat, semi-boerin? Ik werk nog fulltime bij. Mijn man doet voornamelijk het werk samen met mijn schoonouders. Ja. Maar ik mag inspringen hier en daar. En mag hier ook van genieten. Dus, ja. En je hebt koeien? Ik heb koeien. Mag ik kijken? Ja, zeker. Met dorp koeien. Okay. Ja. Hey, maar Lotte, ik heb begrepen, jij doet in het dorp eigenlijk best wel veel. Ja. Wat doe jij? Wij zijn bezig met een project Aantrekkelijk Rekken. Waarbij we kijken naar leefbaarheid en wonen in het dorp. Mm-hmm. Om het toekomstbestendig te houden, zeg maar. En we hebben binnen het project ook een stuurgroep. En ik mag daar voorzitter van zijn. Maar leefbaar Rekken, is Rekken nu leefbaar? Rekken is zeker leefbaar. Ja. Ja, we hebben een heel rijk verenigingsleven. Een hele mooie feest ook. Ik weet niet of jullie bekend zijn met het Rekkers Volksfeest. Het Bloemencorso. Ja, dus zeker. Dus dat is ook een groot item waar heel Rekken voor uitdrukt, zeg maar. Maar nou heb je dus, je hebt een boerderij met je man en je schoonouders. Je hebt een fulltime job, een hele verantwoordelijke. Ja. En dan word je ook nog voorzitter van die club. Ja. En je hebt kinderen? Ik heb één kleintje, ja. We hebben een dochter, Floor. Oh, hoe oud? 2 jaar. Oh ja, nou logisch dat je dan nog iets erbij gaat doen. Dat lijkt me al best veel. Ja, ja, wat alles geeft energie en dan gaat het heel makkelijk. Maar wat je dus eigenlijk wil is dat er meer verbondenheid komt. Ja. Er mogen ook wat meer woningen bij, starterswoningen, seniorenwoningen. Ja, zeker. Dat, ja. De leefbaarheid van Rekken ja. op peil houden. Ja. Voor jezelf, maar ook voor de toekomst. Zo is het. Ik vind het een goed verhaal. Ik wil eigenlijk heel graag, want ik ben echt helemaal zijdelot gelemmerd door jou, nummer 185. Ik zou het leuk vinden om met jou, als dat mag, ik heb een riksja, om even een klein stukje door het dorp te gaan en een paar plekjes aan te wijzen. Ja. Waar zou je wat winnen? Ja, hartstikke goed. Ja, leuk. Laat het doen. Zo, even verrassen. Even afdekken. Zo. Jongens, kom. Kom naar het bankje, jongens. Ik ben er klaar voor. Spannend. Hey, hoe denk je dat ze gaat reageren? Ja, verbaasd. En dat onzin is. jij kent Lotte ook wat langer dan vandaag al, hè? Ja, dat klopt, ja. Vertel eens wat over haar. Lotte. Ik heb eigenlijk leren kennen vanuit de voetbal. Maar nu ben ik dan samen met haar betrokken zeg maar, bij de ontwikkelingen voor het dorp. Lotte is al langer actief zeg maar, voor het dorp. En gewoon super, super fijn met haar samenwerken. Ze is slim, snel, spontaan, maar strategisch ook goed. Dus dat is, zeg maar, met het werken en plannen zeg maar, volledig krijgen is dat gewoon hartstikke handig. Hoe denk je dat ze hierop gaat reageren? Verrast. Ja, ja heel verrast. Maar ik denk wel dat ze het enorm kan waarderen. Ja. Ja. En gewoon heeft ze verdiend. Ja, daar komt ze. Snel naar het bankje. Oké. Ja, anders moet je ook hier in het dorp gaan wonen. Oké, kijk, daar is een opstootje. Welkom. Dank je. In Rekken. Ja. Mooi hier, hè? Ja, mooi. Ja. Heel mooi. Hallo. Oh. Mooi, hè? Ik heb je eigenlijk meegelokt. Nou, ja. Dat zit ik nu ook een beetje te denken, nu ik dit allemaal zo zie. Een soort van. Ja. Ja.
We hebben iets voor je. Oh jeetje. Nou ja, eigenlijk het dorp heeft iets voor jou. Ja. En nou, Sven gaat dat, ik ga dat even, even vertellen wat dat is. Hey Lotte, hard werken wordt beloond, zegt ze wel eens. Maar jouw jarenlange inzet en ook zeg maar, nog steeds jouw harde werken en altijd positieve bijdragen zeg maar, aan het dorp, voor zowel jongeren, ouderen, verenigingen. Dat is toch echt wel heel bijzonder eigenlijk, wat je allemaal doet. En om die reden hebben wij zeg maar, een bankje voor jou geregeld. Geweldig! Mag ik mezelf onthullen? Ja. Jeetje jongens, veel te veel eer. Ja, nou, wat super lief jongens. Wauw. Volgens mij, Lotte, zit jij nooit op je kont met je fulltime baan en alles wat je voor het dorp doet en de boerderij. Dus dit bankje verplicht jou om af en toe, als dat kleine marktje hier is, even op je gat te gaan zitten. En dan mag je andere mensen eraf jagen. Ja, dat is jouw bankje. Oh, is mijn bankje. Nou, ik deel lief hoor, dus er mogen heel veel andere mensen op zitten. Ja. Nou, bedankt allemaal. Gefeliciteerd. Die in het complot zitten. Nou, nog één keer een heel hard applaus voor jullie eigen lot. Doei jongens. Doei. 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 Doei Rekken. Doei Rekken. Rekken, zeker niet het dorp van de gekken. Nee, ik heb geen gek gezien. Behalve dat het misschien een beetje gek is dat je zoveel dahlia's hebt. Oh ja? Ja, man. Hoeveel soorten er wel niet zijn? Ben je niet dahlia moe? Nee, ik vind ze heel mooi. We gaan nu naar Gendringen. Ja, that way. That way. Ja. Dag. Werkeltje over. Dag Lotte, veel plezier met je bankje. Doei Rekken. Love you long time. Leuk dorp, hè? Rekkie. Ik heb lekker de rem er nog op.